Goedemiddag, goedemiddag, beste kijkers van Dime Network, Business Channel, kanaal 8.5 en zij die ons vooral live volgen via YouTube. Het is vandaag de vierde dag waarop de Centrale Bank van Suriname tijdens de KKF-jaarbeurs de samenleving informeert over haar doelen, functies en verwachtingen voor de komende tijd. Ik zit vandaag met de dagcoördinator en die is niemand anders dan Harvey Blom. Harvey? Goedemiddag. Een hele goede middag. Om even terug te blikken naar de afgelopen vier dagen, afgelopen drie dagen. Zou je meer daarover kunnen vertellen? De eerste dag hadden we de governor van de Centrale Bank. Die was persoonlijk aanwezig. En die heeft eigenlijk de introductie gedaan. Heeft gesproken over de basisdingen, de doelen, taakstellingen. Het is de eerste dag, zodat natuurlijk de samenleving geïnformeerd is over wat er gebeurt. Dat is heel erg belangrijk, hè? Dat het volk eigenlijk weet waarom dit initiatief. Ja, sowieso, dat klopt. En om direct te springen naar de derde dag hadden we financiële stabiliteit. Is Suriname stabiel? Dat is ook een hele belangrijke topic. Ja. En daaraan gekoppeld, later op die avond, geldcirculatie. Iedereen heeft te maken met geld. Dus dat is ook een belangrijke topic die op de derde dag was. Ja. Wat zijn de verwachtingen voor vandaag? Wat staat er op het programma? Vandaag hebben we als eerste op het programma fintech, financiële technologie. Als we kijken naar het land, de wereld, zien we sowieso dat op het gebied van technologie heel wat ontwikkelingen zijn in financiële markten. En als tweede topic hebben we geldvernietiging, eigenlijk een aansluiting van geldcirculatie van gisteren naar vandaag. En jij bent de deskundige die later dus daarop zal ingaan? Yes, dat klopt. Kijk je er naar uit? Ja, zeer zeker. En wat verwacht je eigenlijk? Mijn doel is natuurlijk om de samenleving te informeren, zodat de mensen weten en natuurlijk als er ook vragen zijn van hun kant. Oké. Harvey, los van de paneldiscussies en interviews zijn de mensen natuurlijk ook terecht bij de boot van de Centrale Bank voor andere activiteiten. Welke zijn die? Ja, dus je kunt terecht bij de boot van de Centrale Bank voor onze informatiebrochure. Daar staat alle informatie over de taken, de doelstellingen, de functies van de Centrale Bank. Ja. En sowieso hebben we ook een survey waarbij we eigenlijk willen weten wat is de samenleving haar kijk op de Centrale Bank. Hoe zien ze de Centrale Bank? Wat zijn tot op dit moment de reacties vanuit de samenleving? Want zoals je weet zijn ze de afgelopen dagen in de gelegenheid geweest om vragen te stellen. Zij die fysiek aanwezig waren, maar ook zij die ons online volgen. Ja, sowieso had je de reacties op het gebied van wisselkoers natuurlijk. Heb je heel wat vragen. Ja. Heel veel vragen ter plekke, maar ook via social media. We zijn althans blij dat de mensen heel veel vragen hebben en reacties. Dat stemt ons goed om te weten dat de samenleving hongerig en geïnformeerd wil worden. Ja, klopt helemaal. Yes. Je mag de samenleving op je eigen manier oproepen om hier naartoe te komen. Wel, Surinamers, Suriname, kom op de jaarbeurs 2019 naar de boot van de Centrale Bank. Van waar je ook komt, van welke district, kom maar en kom het bezoeken. Voor zij die niet kunnen, volg ook social media. Alvast een fijne avond en God zegen. Kijkers, u heeft het gehoord. We gaan zo meteen van start met het eerste interview. Blijft u afgestemd. Goedenavond aanwezigen. We zijn op de vierde dag van de beurs van de KKF jaarbeurs weer live met de paneldiscussies, de interviews met de Centrale Bank. Zoals Olivia eerder aankondigde, hebben we vandaag twee discussies. We praten met Joe Wong Afu, coördinator Fintech Centrale Bank van Suriname. En later ook nog met Harvey Blom en Melvin Landus van de afdeling Binnenland van de Centrale Bank van Suriname. Ze heeft eerder al de aankondigingen gedaan. Eigenlijk is ze mij niet geïntroduceerd, maar goed, ik ben een beetje jaloers. Ik ben Demis John en we gaan beginnen. Joe, welkom. Dankjewel. We doen met eigenlijk alle toppers van de Centrale Bank, we hebben alleen toppers gehad. Doen we een kleine intro. Kan je een beetje vertellen, ik ga er niet vanuit dat jij ook 26 of 28 jaar bij de bank bent. Maar vertel even een beetje meer over je loopbaan en je achtergrond. Oké, bedankt. Goedenavond. Ik ben Joe Wong Afu, werkzaam bij de Centrale Bank en nee, geen 26 jaar. Dus ik heb heel veel ervaren collega's om me heen.
Ik ben 4 jaar werkzaam en ik heb een achtergrond in informatica, hele technische studie eerst gedaan. Maar gauw zag ik dat het ook heel nodig was om een stukje beleid, policy management, om daar ook meer van te weten. Dus ik ben gestart toen met mijn master in beleid, bestuurskunde. En vervolgens ben ik gaan werken als consultant in Nederland. Daar heb ik ook mijn studie gedaan. 5 jaar gewerkt voor een grote consulting firm. Heel veel IT audits gedaan, maar daarnaast ook gewoon als technisch consultant voor heel veel grote maatschappijen gefungeerd. En in Nederland, maar ik had ook wel het geluk om tot in Afrika een keertje te mogen zitten daar en met een hele grote firm in Kenia te werken om zeg maar hun IT-landschap naar het volgende niveau te brengen. Dus dat is waar een beetje, zo een beetje mijn achtergrond. Ik ben bij een centrale bank gekomen met heel veel IT security kennis. En dat heb ik verder uitgebreid. Ik zag ook zeg maar de financiële dienstverlening, hoe dat allemaal aan toe ging. Er kwamen heel veel ontwikkelingen in de markt. En van daaruit zagen we een stukje, zeg maar een stukje nieuw innovatie, waar security heel belangrijk was, maar ook zeg maar verder gaan en ontwikkelen naar nieuwe producten die wel misschien wel iets meer risico geven. En dat is zeg maar waar ik me nu op specialiseer. Ik ben heel erg gefocust op fintech en daar wil ik vandaag heel graag over praten. Oké, maar voordat we er verder op ingaan. De centrale bank heeft je uitgezocht of jij hebt de centrale bank uitgezocht. Hoe is dat tot stand gekomen? Waarom heb je gekozen voor de centrale bank om na je carrière in Nederland daar te vestigen of daar te werk gesteld te worden? Ja, dat is een hele bewuste keuze. Ik ben geboren getogen Surinamer. Ik kon naar Nederland om te gaan studeren. Dat heb ik nou ook gedaan. Maar eigenlijk al na mijn studie was het, ja, binnen een jaar moet ik teruggaan en ik moet mijn land opbouwen. Dat was voor mij de belangrijkste behoefte die ik had. En die behoefte heb ik nog steeds. Het heeft iets langer geduurd, want als je eenmaal in de snelle wereld daar bent en zoveel ervaring opdoet, zie je ook al gauw dat het beter is om met iets meer ervaring terug te komen, zodat je dat ook veel beter in je land kan implementeren. Vervolgens, na een stuk of 3-4 jaar, begon ik goed na te gaan wat mijn plannen zijn om in Suriname te komen en ook een difference te kunnen maken om het land verder te helpen. En vervolgens heb ik gekeken van oké, er zijn verschillende spelers op de markt. Je kan ook bij een private partij gaan werken, een commerciële bank bijvoorbeeld. Maar de centrale bank trok me heel erg. Waarom? Omdat je vanuit de centrale bank heb je hele grote rijkwijde waar je voor de hele samenleving kan werken. En dat is wel iets wat mij heel erg veel energie geeft. Oké, en fintech, kan je daar een beetje meer over vertellen? Wat is dat precies? Ja, fintech. Fintech is eigenlijk een heel breed begrip. Hè. Vanuit de IT-wereld weet ik, er komen vaak heel veel nieuwe termen langs. En de termen die zijn vaak een hele hype en niemand weet precies wat het betekent. Dus fintech is ook belangrijk om zeker, als we aan de samenleving informatie geven, om het goed uit te leggen. En als we beginnen, zie je dus dat fintech bestaat uit een stukje financieel. Daarvoor staat de fin en technologie. Als we al een klein stapje terug gaan en we kijken wat een bank tegenwoordig is, dan zie je dat de bank, vroeger was de bank, waren processen, heel veel handmatige processen. Als er iets nodig was, werd het uitgeprint of de klant komt, die geeft een bepaald document. Het wordt misschien gekopieerd, er worden 6 handtekeningen opgezet. Het gaat in een fysiek dossier. Maar je ziet dat de ontwikkeling steeds verder gaat en het is nu steeds meer IT wat in de bank zit. Dus in het buitenland maken ze wel grappen dat banken tegenwoordig IT-fabrieken zijn. Dus zeg maar een stukje technologie is essentieel nu verbonden aan een bank. Als we nu over fintech gaan praten, dan zie je dus dat er nog een stapje verder is. En dat zijn in principe de technologieën waar je als bank of als financiële sector vaak nog niet zo helemaal ready voor bent. Omdat ze vernieuwend zijn. Ze gaan misschien nog wel, er is heel veel nieuw vernieuwing en heel veel anders erin. En dat is een stukje wat vaak onder fintech wordt verstaan. En dan kan je gaan denken aan bijvoorbeeld mobiele betaalapps. Tegenwoordig heb je allerlei betaalapps waar heel veel reclame voor wordt gemaakt. Maar er zijn misschien wel nieuwe manieren om via je telefoon bijvoorbeeld een lening af te sluiten of een investering te doen. Je zou misschien wel verzekeringen op een heel veel makkelijkere manier kunnen doen.
En dat zijn allemaal mogelijkheden die het stukje technologie brengen. Dus als we het zouden vertalen naar Suriname, zouden we kunnen zeggen, we zijn heel erg cash gerelateerd nu, heel erg cash gefocust. Maar als we de stap zouden maken alleen al naar betaalpassen, zoals de laatste jaren heel veel stappen zijn gemaakt, bijvoorbeeld met B-Nets en de pinpassen. Dat was toen al een stukje transformatie voor ons, innovatie voor ons, om die stap te maken. Dus dat stukje kon je toen misschien nog wel een stukje fintech noemen. Maar nu kijken we iets meer naar, zeg maar, betalen op je mobiel. Allerlei mobiele bankieren, wat ook de banken promoten. Maar misschien zijn er wel ook andere kleine start-ups die hele goede ideeën hebben. Die financiële diensten zouden kunnen verlenen. Die, waar de banken of nog niet ready voor zijn, of misschien nog niet aan hebben gedacht. Dus in principe, zoals ik het hoorde, hoeft het niet te zijn dat een fintech of de diensten voortspruiten uit een bank of een verzekeraar. Dat klopt helemaal. Als we kijken hoe wij maken inderdaad een categorisering. Traditioneel heb je dus een financiële instelling die een financiële dienst geeft. En dan denk ik aan een bank, maar we denken ook aan een verzekeraar, zelf aan een pensioenfonds. Dat zijn allemaal financiële instellingen. Die geven normaal, die bieden een dienst aan. Je kan je auto laten verzekeren of je kan een account nemen bij een bank. Maar als we nu kijken wat er gebeurt, zijn er zeker internationaal, zie je dat er heel veel start-ups zijn die allerlei innovatieve ideeën hebben, waardoor je bijvoorbeeld veel sneller je geld zou kunnen overmaken. Of bijvoorbeeld, stel dat je uit gaat eten met de hele groep en je moet de rekening delen, dat je binnen een paar seconden online het geld hebt verdeeld en één persoon betaalt met zijn pasje. En dat zijn vaak start-ups. Dus dat is een hele belangrijke categorie. Je ziet een andere categorie is start-ups die gaan samenwerken met banken. Want in de financiële sector heb je heel veel legislation, dus heel veel wet en regelgeving waar je moet voldoen. Dus veel start-ups, voor hun is het interessant om dan met een bank te gaan samenwerken. Voor de bank is het natuurlijk ook interessant omdat ze aan een nieuwe dienst aan hun klanten kunnen bieden. En je ziet ook, en dat zie je in Suriname nu met twee providers die bijvoorbeeld mobiele betaalapps hebben gelaunched met QR-codes. De afgelopen periode dat een bank ook innovatie, zeg maar, ziet dat er innovatie nodig is op de markt en dat ze die stap ook ondernemen. En het zijn allemaal nieuwe dingen, innovatie, en dat relateer je vaak aan een jongere generatie. Is fintech voor die generatie? Dat is altijd een hele leuke discussie. Laat me het even iets anders draaien. Ik zou je de vraag kunnen stellen nu, is WhatsApp voor een jonge en nieuwe generatie? Nee, is voor iedereen. Precies. Hoe is WhatsApp begonnen? WhatsApp is begonnen als iets dat heel veel jongeren gebruiken, dat is Facebook ook geweest. En je ziet dat het eigenlijk zo makkelijk is en waar misschien een oudere generatie of een generatie, of misschien wel mensen die niet zo behendig zijn in de eerste instantie met computers of met een mobiele telefoon, die waren er eerst een beetje bang voor. Maar op het moment dat er even dat het even gewend is, dan zien ze de voordelen ook van in. En die voordelen wegen op tegen alle drempels die er zijn. Dus je ziet dat het begin vaak door een jonge generatie wordt geadapteerd. En de volgende stap is het uitbreiden. En ons doel van Centrale Bank is fintech en alles dat op de markt gaat komen in de toekomst. Dat moet voor iedereen zijn. Het moet toegankelijk zijn. Oké. Nou hebben we eerder gesprekken al een beetje vastgesteld dat ongeveer 30% van de samenleving heeft geen bankrekening. Ik stel me voor dat van degene die een bankrekening heeft, als ik de rijen in de banken zie, ken de cijfers niet, dat een groot deel geen internetbankieren heeft. Moeten we haast hebben met nieuwe producten? Moeten we de andere producten niet? Is er een bepaalde sequence? Moet er een bepaalde volwassenheid zijn in de samenleving voordat je gaat naar iets innovatievere producten? Hoe werkt dat? Zo'n vraag kan met ja en nee beantwoord worden. Kijken we naar iets als internetbankieren en we kijken naar andere regio's, bijvoorbeeld Europa of Amerika, dan zouden we zeggen nee, dat is absoluut geen fintech meer. Maar fintech is een begrip dat je ook kan zeg maar tailoren, maatwerk kan maken van voor jouw samenleving. En ik ben het helemaal mee eens, de adoptie van internetbankieren, dat is nog vrij laag. Daarom zie je dus inderdaad al die rijen in de banken. Maar ook dat kunnen we stimuleren, ook deels onder de noemer fintech. Want het is een nieuwe dienstverlening, een nieuwe financiële dienstverlening, die wordt gegeven
geprovide door de banken. Maar zolang de adoptie nog niet heel hoog is en het nog als gezien wordt als iets nieuws wat we nog niet allemaal weten, moeten wij als financiële sector, daar heb je de commerciële banken en natuurlijk ook de centrale bank, die willen een heel erg stimulerende rol daarin spelen, die moet daar heel erg zijn best voor doen. En ook dat is iets dat wij meenemen in dit geheel. Dus ja, er zijn nieuwe producten, maar internetbankieren, betalen met je pinpas of misschien wel met een creditcard in de toekomst, of betalen met je mobiele telefoon, dat zijn allemaal producten waar wij heel veel energie in stoppen in samenwerking met bijvoorbeeld BNet, in samenwerking met de bankiersvereniging, om dat toegankelijk op de markt te krijgen en eenvoudig bruikbaar. Want als we kijken naar hoe internetbankieren er een aantal jaar terug uitzag, dan zie je wel dat er gigantische stappen zijn gemaakt om in principe in plaats van 20 velden te moeten invullen, dat we het nu met 4 of 5 velden kunnen bij sommige banken. En dat is een gigantische stap. En dan gaan mensen het ook gebruiken. Ja, om de 3 maanden een andere code, ingewikkelde code, die je toch elke keer vergat. Er zijn veel sprongen. Ja, het heeft zijn voordelen, maar je vergiet dat code, alla lazy. Maar, dus je hebt innovatievere producten. Dus in Afrika hebben ze dus geleapfrog. Ze hebben sommige dingen gewoon overgeslagen. Hoe zie jij die ontwikkeling in Suriname? Wat zouden wij moeten doen? Waar moeten we naartoe gaan? Of moeten we eerst wachten totdat de rest van die samenleving wakker wordt en zeggen, hey, weet je wat, ik moet een bankrekening hebben, ik moet internet gaan bankieren. Of kunnen we met andere innovatieve producten die problemen die de mensen hebben, overbruggen? Ja, ik denk dat mensen niet zomaar, zoals je het noemde, wakker gaan worden op het moment dat het product niet toegankelijk genoeg is. Als we het voorbeeld nemen, inderdaad, je haalde net aan Afrika en Kenia. Toen ik daar, het is ook al nu 6 jaar geleden dat ik daar heb gewerkt. Ik kwam uit Nederland en ik kwam naar Kenia. Ik zit daar met collega's en die geven me aan dat ze, zeg maar, met een app op een telefoon die niet eens internet had, daarmee konden ze een stroomrekening betalen. En dat zijn nou echt dingen waar wij ons op moeten gaan focussen. Op het moment dat je niet meer in een lange rij hoeft te staan om je stroomrekening te betalen, dan denk ik dat het al heel gauw automatisch gaat dat er eerst een kleine groep begint. En de kleine groep die gaat ook de grotere groep wijzen hoe makkelijk zo'n dienst is. Want laten we eerlijk zijn, als jij 3 uren in een rij hebt gestaan en dan kom je thuis en dan zit je met een paar matties en een van die matties zegt, wat? Hoezo ga je in een rij staan? Ik heb het in 5 minuten gedaan terwijl ik thuis zat. Dan ga je de volgende keer ook doen. Ja, want je zit in Kenia op ongeveer wat, 96% penetratie? Ja, Kenia zit boven de 80%. En je moet rekenen dat ze in 2011 lagere cijfers hadden dan ons qua penetratie. Dus ze hebben in 8 jaar zijn ze van ongeveer 20% naar de 80% gegaan. En daar heeft dat is ongekend. Zij zijn ook schoolvoorbeeld van de wereld. We hebben het nu bijvoorbeeld heel erg over China. China maakt nu gigantische stappen daarin ook met hun payment apps. Maar in principe heeft Kenia daar een gigantische stap in genomen en de hele wereld was er verbaasd over. Want normaal denk je, een land in ontwikkeling die kan niet zulke mooie stappen maken. En wij van de Centrale Bank nemen ook heel goed het voorbeeld van Kenia. We hebben zelf contacten met de Centrale Bank van Kenia om ook hun lessons learned mee te nemen. Want wij geloven dat wij deze sprong ook kunnen maken in Suriname. Oké, en natuurlijk, waar iedereen aan denkt is veiligheid. We gaan even kort naar een break. En als we terugkomen, praten over de veiligheidsmaatregelen die er getroffen moeten worden. Als we fintech in Suriname, de innovatieve fintech betaalmethode in Suriname introduceren. Voor degenen die ons live volgen op onze YouTube-channel of op social media, Facebook-channel van Dime Network Business Channel of van de Centrale Bank van Suriname. En ook degenen die hier langslopen, u mag ook vragen stellen. U komt gewoon naar de booth van de Centrale Bank.
of online vragen stellen. We hebben al wat vragen van kijkers en mensen die hier de beurs bezoeken. Joe, een vraag hier. Wat doet de bank om start-ups, waarover je het eerder had, te helpen? Ja, dat is een hele goede. Wij als centrale bank hebben inderdaad vorig jaar geconstateerd dat er heel veel ideeën en initiatieven op de markt leven. Deels inderdaad van de grote commerciële partijen waar wij al regelmatig mee praten. Maar er was ook een andere groep die eigenlijk niet zo heel makkelijk bij de bank terecht kan komen. En dat hoor je dan in informeel, maar je wil daar toch ook wel iets voor doen. En misschien wel de ideeën verder met ze uitbouwen of ze in elk geval begeleiden om de ideeën uit te bouwen. Dat is ook een reden waarom zeg maar, de fintechgroep ook echt daadwerkelijk tot stand is gekomen. En we zijn gestart met ons eerste product, dat staat ook op onze website, en dat is de Innovation Hub. De Innovation Hub is in principe een portaal en waar de start-up, maar ook eigenlijk ieder ander bedrijf die met een financieel idee komt, bij ons langs kan komen. Of in elk geval telefonisch of via de mail vragen kan stellen. En aan de hand van die vragen helpen we hun ook om hun product iets verder in de intake te definiëren. En ook om informatie te geven aan welke wet en regelgeving ze moeten voldoen. Wat onze requirements zijn. Welke monitoring wij zouden willen uitvoeren. Wat hun governance structuur is. Dus het helpt namelijk de start-up die vaak een idee heeft en het liefst een al enigszins uitgewerkt idee, misschien wel een concept of een uitgewerkt businessplan. Het helpt die start-up of andere partij om goed met ons om een tafel te zitten, zodat ze ook plannen kunnen maken over hoe ze hun product zouden kunnen launchen en niet dat wij niet in verrassingen, voor verrassingen komen te staan, want dat kan natuurlijk ook, maar ook dat zij niet in verrassingen hebben op het moment dat ze zouden willen launchen en dan ineens in contact komen met de centrale bank. Dus het mes snijdt van twee kanten, want ook wij leren van hun en zij leren van ons. Nou, en, waar we eerder ook over spraken in de break, en, veiligheid, dat is een duur. En in sommige landen heb je daar de centrale bank of de overheid zegt, luister, elke start-up als je komt, we assisteren met veiligheid. Zijn dat soort systemen er al of zijn die in ontwikkeling om start-ups die dus niet zouden kunnen betalen voor een veiligheid op het niveau van van Visa of Mastercard om daar toch de mogelijkheid te hebben te kunnen opereren? Gezien mijn achtergrond in IT security zou ik dat heel erg toejuichen. Ik moet wel zeggen, we zijn nog niet zo ver om een bijvoorbeeld fonds of een dedicated team beschikbaar te stellen om de mensen daarmee te helpen. Wat we wel hebben is dat we ook zeker met start-ups ook de echte requirements van de veiligheid samen met hun duidelijk kunnen maken. En dat we ook bepaalde vereisten in elk geval hebben van hier zou je op zijn minst aan moeten doen, want onze primaire taak is naast monetaire en financiële stabiliteit is het de samenleving beschermen. En de samenleving kan je beschermen op het moment dat je ook de financiële producten veilig maakt. Dus het staat heel hoog op onze agenda en ook zeker wanneer je in de Innovation Hub komt of zelf daarna hebben we ook nog een ander concept, Regulatory Sandbox. Dan stellen we eisen en we gaan ook actief meedenken, want het is niet dat we eisen stellen en dan zijn we klaar en kom maar terug wanneer je dat allemaal hebt gedaan. Maar we willen wel actief meedenken hoe de veiligheid op een acceptabel niveau komt, zodat we de burger kunnen beschermen. Oké, nog een vraag van een kijker. Wordt er met de commerciële banken samengewerkt? Dat heb je net al een beetje beantwoord, maar kan je misschien ingaan op de diepte van die samenwerking? Zeker, wij geloven in samenwerking. Niemand heeft alle knowledge. En met samenwerking kan je groeien en maak je ook betere producten en ook interoperabele producten. Dus ja, we werken zeker samen in het verband in de bankiersvereniging. We hebben op de eerste dag, had u mijn collega's van Financial Inclusion ook hier in het panel. Die hebben ook aangegeven dat we bijvoorbeeld een stuk awareness samen met BNets, die zorgt voor alle posttransacties, pintransacties. En samen met de bankiersvereniging, en daar zitten dus alle banken in van Suriname.
Daar werken we heel erg mee samen om, om eigenlijk een beter product van Suriname te maken. En het gebeurt dus op een stukje awareness, maar ook op een stukje van laten we nou een stukje innovatie gaan bieden. En hoe komen we verder en hoe kunnen we bijvoorbeeld toegankelijk, alles toegankelijker maken in Suriname. Want dat is voor ons een hele belangrijke. We hebben dus even met financial inclusion gesproken. Maar een van onze speerpunten, en het staat ook echt zo hard in ons strategisch plan, is het toegankelijk maken van dienstverlening voor de hele samenleving. Als we hebben over de 70% die in principe nog met cash rondloopt, kan je zeggen een deel doe dat bewust omdat die het fijn vindt. Maar er is ook een heel groot deel die de rekeningen nog niet kan openen bij banken. Er is een ander deel die misschien het voor hun wel iets niet efficiënt genoeg is omdat een transactie iets te lang duurt. Dus dat zijn allemaal zaken die we bespreken met de banken en waar de banken ook heel hard aan werken samen met ons om dat stukje te verbeteren. Ik heb hier een vraag. De kijker wil weten, is er in een kleine markt als van Suriname een andere verhouding tussen innovatie in banken en dat van start-ups? Je bent daar net een beetje op ingegaan, maar kan je dus op deze vraag verder ingaan? Ja, we zien in Suriname, dus want in de Innovation Hub hebben we nu al een stuk of 20 partijen gesproken die met hun ideeën naar ons zijn gekomen. En als je kijkt naar hoe vergevorderd bepaalde ideeën zijn, dan zie je wel dus dat de banken waarschijnlijk ook iets meer capaciteit hebben qua aantal mensen die aan zoiets kunnen werken. Ze kunnen meer investeren in dergelijke producten. En ze hebben ook al ervaring met hetgeen dat de centrale bank allemaal als vereisten stelt. Dus die groep die maakt nu best wel meters. Als we bijvoorbeeld kijken naar de twee mobiele betaalapps die zijn gelaunched. En de andere start-ups zijn er een paar die wel ook heel veel potentie hebben en die ook samen met ons werken om een product ook gewoon op de markt te krijgen. En dat zijn ook iets kleinere bedrijven. En dan kan je het praten over 3 man, 5 man, soms nog iets groter. En er zijn een paar dus die echt terug naar de tekentafel gaan, omdat ze nu weten aan welke requirements ze allemaal moeten doen. Want wij, voor ons is het belangrijk, zeker in het kader van de NRA, de National Risk Assessment, dat we blijven voldoen aan de internationale standaarden, want daar worden we uiteindelijk als land op afgerekend. Dus voor sommige start-ups is dat iets moeilijker. We proberen ze wel te helpen, we begeleiden ze wel, maar die gaan dus terug naar de tekentafel. En een ander deel, die zie je dat ook gewoon wel echt stappen hierin maakt. Dus de grote banken, om het even samen te vatten, de grote banken, die hebben best wel wat stappen gemaakt. Met mobiel bankieren zie je, creditcards zie je de laatste tijd heel erg voorbij komen. En je ziet ook de wallets voorbij komen, dus de e-wallets. En dan zijn er nog een paar producten die, als het op dit tempo doorgaat, over niet al te lange tijd op de markt zullen komen. En dat zijn start-ups. En daar is er nog best wel een grote groep die ziet dat ze toch nog wel iets meer misschien wel moeten investeren en iets meer tijd moeten nemen voordat ze uiteindelijk een product zouden kunnen launchen. In het verlengde daarvan, is het wel goed voor Suriname we hebben nu 2 betaalapps waar we over praten. Maar er zijn natuurlijk meer mensen die er zitten te springen om er te komen. Anno broeien Asano, en dan kom je bij je winkel, dan zijn er 5 verschillende types. Welke ga je kiezen? Welke moet die winkel hier nemen? Als er gewoon eentje is, centraal voor iedereen heeft het, dan hoef je niet te wennen. Allerlei apps en allerlei dingen op je telefoon te gaan downloaden. Of die winkelier hoeft zich niet met 10 verschillende maatschappijen bezig te houden. Kunnen jullie dat sturen? Zeker, dat is een heel goed punt. En dat is een hele belangrijke verantwoordelijkheid van de centrale bank. Want innovatie is goed, maar innovatie en in een competitive market zie je dat de innovatie ook zorgt ervoor dat producten allemaal verschillende, misschien wel verschillende manieren of iets andere manieren bedenken, maar tegelijkertijd bijna hetzelfde doen. En daar is voor de centrale bank inderdaad een belangrijke rol weggelegd. Wij geloven erin dat in het prille begin dat het wel goed is om innovatie en competitie te hebben. En zodra de volwassenheid van de producten iets hoger wordt, zullen wij ook heel erg richten op zeg maar interoperabiliteit. Dus dan praten we over producten die nog steeds op de markt kunnen komen. Want het is in principe een concurrerende markt.
Maar wij zullen wel vereisten stellen dat deze producten met elkaar kunnen samenwerken. Dus als jij een wallet hebt van een andere partij dan ik, dat we nog steeds heel makkelijk binnen een paar seconden naar elkaar kunnen overmaken. Een goed voorbeeld is de pintransacties. Als ik 3-4 jaar terug toen naar Chinees ging, zag ik 4 of 5 pinautomaten liggen. En afhankelijk van mijn pasje, want ze keken ook eerst naar je pasje, zeggen ze oké, het gaat bij die werken, maar bij die niet werken en die werken niet samen. En als je nu kijkt, zie je dat er steeds meer zijn, nog iets te veel pinautomaten per Chinees of per winkel waar je zou willen betalen, maar je ziet wel dat het al een heel stuk minder is geworden. Waarom? Omdat er een initiatief is gekomen, B-Nets, die ervoor zorgt dat de pintransacties via één standaard zeg maar door alle banken gedeeld kunnen worden. Dus nu maakt het niet meer uit welke bank je hebt als winkel, maar je kan de pasjes van alle andere banken nemen. En dat is precies dezelfde zeg maar, les die wij, die les hebben we genomen en die op dezelfde manier willen ook doorgaan met deze initiatieven. Je geeft ze wel wat ruimte om te groeien, maar daarna gaan we ook echt heel harde eisen stellen voor de samenwerking. Oké. Nog een laatste vraag vanuit het publiek. Hoe lang denk je dat het zal duren voordat Suriname helemaal getransformeerd is op het gebied van fintech? Dat is een hele leuke vraag. Ik denk dat ik kan beginnen door te zeggen dat we nu op het moment zijn we bezig een hele grote transformatie door te maken. Ik vind dat we in vergelijking met andere landen in de regio en ook als we kijken naar de wereld, als we kijken naar China, in Europa of Amerika, dat ze al heel lang bijna geen cash bijvoorbeeld meer gebruikten, maar dat alles met pasjes was, dat we dat stuk nu doormaken. Dus ik denk dat we op dit moment een hele grote transformatie gaan doormaken. En dat het, als mensen eenmaal eraan beginnen te wennen, dat alleen maar sneller zal gaan. Laten we nou het voorbeeld nemen als we bijvoorbeeld stroom, water zouden kunnen betalen via zo'n app. Dat zou fantastisch zijn. Of wat als we een wallet zouden kunnen openen, natuurlijk gezien, ik blijf wel de centrale bank, het risico moet gedekt worden. Dus als je een wallet opent waar je geld in kan zetten. Maar stel dat je die wallet thuis kan openen omdat je een overheids-ID, zo die nieuwe e-ID hebt. En je kan dat tegen je telefoon aanzetten, je wordt geauthenticeerd. En daarmee kan je een rekening open waar je een beperkt aantal transacties kan doen. Of misschien bijvoorbeeld alleen de overheidsdiensten kan betalen. Dat is al een gigantische sprong en dat zijn de sprongen waar we nu ook aan denken. Dan denk ik nu ook direct weer even weer naar veiligheid. Want als we praten over fintech, dan praten we ook over crowdfunding, peer-to-peer lending. Maar als iemand niet terugbetaalt bij de bank, dan heeft de centrale bank toezicht en dan weten we van luister, regels met betrekking tot solvabiliteit, etcetera. Je moet niet dek als het bij de bank is. Maar als je bij start-ups of bij bedrijven die niet dezelfde eisen, niet aan dezelfde eisen voldaan hoeft te worden, als iemand niet terugbetaalt, kan het hele systeem in elkaar klappen. Exact. En daar staat dus de centrale bank voor. Daarom hebben we ook gezegd van fintech, we starten met de Innovation Hub. Dat stuk heb ik al eerder uitgelegd. Maar de volgende stap is, als je een serieus product op de markt wil brengen, dan hebben wij wel onze verantwoordelijkheid om de samenleving te beschermen. En dat gaan we dus ook doen. Dus vandaar dus dat we een tweede product hebben geïntroduceerd en dat heet de Regulatory Sandbox. En dat wil niets anders zeggen, als we het even zouden verklaren, stel nou het is een zandbak, laten we maar even zeggen, het is een zandbak op Colakreek. Jij als ouder, die laat je kinderen spelen op Colakreek met het zand en je houdt toezicht. Je blijft toezicht houden en als je ziet dat bijvoorbeeld een ander kind risico loopt omdat je kind met zand gaat gooien, of misschien per ongeluk in zijn mond stopt, dan ga je als ouder ingrijpen. En dat is precies hetzelfde concept dat wij hebben bij de centrale bank, een regulatory, dus wet en regelgeving, een sandbox daarvoor, want nog niet altijd hebben we alle wet en regelgeving al helemaal klaar. Want het zijn allemaal nieuwe diensten natuurlijk, maar we willen wel toezicht houden en wij stellen daar ook hele
hele belangrijke eisen, zodat we het risico beperkt kunnen houden. En dan in de centrale bank hebben we inderdaad discussie waar we steeds vragen, wat als dit gebeurt? Wat als iemand niet terug kan betalen? Moeten we bijvoorbeeld, net als bij banken, een deel van de reserve bij ons hebben, zodat als zo'n bedrijf failliet gaat, dat we bijvoorbeeld wel terug kunnen betalen, of moeten ze bijvoorbeeld bij een commerciële bank zetten, maar op een rekening waar ze niet aan mogen komen, omdat het geld is van hun klanten. En ook kijken we naar natuurlijk hun bedrijf en hoe goed het draait en hoe in welke mate het in elk geval een gezond bedrijf is. En als dat niet zo is, dan zal de centrale bank zeker ingrijpen. Want in die end zijn we het om het makkelijker te maken voor de burger. Maar je hebt er helemaal niets aan als de burger ook nog geld verliest. Oké, over verder veiligheid, hackers. Ik word vaak gebeld door een plus 2, 4, zoveel nummer. Dus mensen zeggen, moet ik het telefoon, want het zijn hackers, et cetera. Geen informatie geven. Hoe veilig zijn wij op dit moment? Als je kijkt naar de producten die we hebben, kan je een inschatting maken van de veiligheid? En wat doen we om die veiligheid te garanderen? Want die hackers slapen letterlijk niet. Die mannen zijn bezig om steeds innovatiever te worden. Zeker. Inderdaad. Het grote verschil is met internet in vergelijking met de veiligheid die je traditioneel had. Als je bijvoorbeeld een bank fysiek beschermde, dan was je in principe veilig. Nu heb je een ander kanaal en dat is het World Wide Web, dat zegt het al, het internet. En dus de kans dat iemand uit Roemenië of uit Afrika of uit China probeert om ook binnen te komen. Of uit Den Haag. Of uit Den Haag. Ja, dat klopt. Of misschien wel uit Suriname, want dat wordt ook geprobeerd. Die kans is nu reëel aanwezig. En daarom stelt de centrale bank sowieso heel veel eisen. Je ziet dat de grote banken, die investeren heel veel in IT security. We hebben bijvoorbeeld ook een samenwerkingsverband waar we elkaar op de hoogte brengen indien er security incidenten zijn. En dat hebben we dus lokaal, maar hebben we het ook regionaal. We werken samen met alle centrale banken van de Caribbean bijvoorbeeld. En als er een incident daar komt dat er bijvoorbeeld hackers bezig zijn proberen een bank neer te brengen, dan horen we dat. En dan gaan wij ook ons niveau verhogen om daar alert op te zijn. Daarnaast hebben we ook groepen hier, en de meeste van deze partijen hebben ook te voldoen aan security raamwerken, IT security raamwerken. Dat zijn vaak internationale eisen. En daar wordt dus ook gewoon heel veel in geïnvesteerd. En de centrale bank, zeker bij start-ups die dat nog niet allemaal niet gewend zijn. Daar geven we ze ook advies en we geven ook aan, let op, als je in productie gaat en je product live wil brengen, zal je bijvoorbeeld ook, we noemen het een pentest, een penetration test. Dat is in principe een hackerstest waar goedaardige hackers proberen je systeem neer te halen. En ze zien waar de zwakheden liggen, zodat je daar ook wat aan kan doen. En dat is iets dat bijvoorbeeld periodiek gedaan moet worden door zulke bedrijven. En zo proberen we wel zoveel als mogelijk maatregelen te nemen. Maar uiteindelijk niets is inderdaad 100% veilig. Maar we hebben wel vertrouwen in dat de producten waar wij samenwerken met de partijen, dat die wel een hoog veiligheidsniveau hebben. Dankjewel. We gaan nu weer even naar een korte break. Als u vragen heeft, bent u nu in de gelegenheid om die te stellen. En we praten straks nog over, behalve dat de banken en de start-ups, innovators, over veiligheid moeten nadenken, moet de consument ook over de veiligheid nadenken. Dus we gaan even kijken welke tips Joe heeft voor ons om veilig van de nieuwe fintech gebruik te kunnen maken. Welkom terug. We praten met Joe over fintech. We hebben nog een vraag uit het publiek. Kan je een concreet product noemen dat fintech-related, dat makkelijk zou zijn voor Surinamers om te gebruiken? En de toepassing ervoor?
Oké, dat kan zeker. Ik, zeg maar, als onafhankelijke partij zal ik geen naam specifiek van product kunnen noemen. Maar op dit moment zijn er bijvoorbeeld 2 wallet producten op de markt. Ze noemen het e-wallet en dat is zeg maar zo'n app op je telefoon waar je met een QR-code kan betalen. Als we daarnaar kijken, ik ben toevallig vorige week ben ik upstream gegaan de Suriname rivier op. Echt een stukje voorbij het Stuwmeer, vanuit Atjoni een boot genomen, 3 uur verder. En gedurende die trip zag ik hoe vaak cash van hand werd verwisseld voordat het bij de persoon aankwam die het nodig had. En dan heb ik het bijvoorbeeld over in de stad. Daar wordt er geld gegeven aan de chauffeur. Die neemt natuurlijk een deel voor zijn dienst. Maar die moet een ander deel brengen naar de bootsman. De bootsman neemt weer een deel van zijn dienst. En die moet een ander deel brengen naar een bepaald resort of een bepaald dorp. Die gaan er weer wat dingen mee doen. En ze hebben misschien wel iets verkocht aan de stad. Dat komt terug bij hun dorp. En het eerst van dat ze zeggen, oké, maar ik heb nog misschien wel wat tools nodig in de stad. Dus hetzelfde geld dat uiteindelijk in het dorp is aangekomen, wordt weer teruggegeven aan de bootsman. De bootsman geeft het weer terug aan de chauffeur. De chauffeur geeft het weer terug aan iemand in Paramaribo. Die gaat tools kopen en dan gaan de tools weer die kant uit. Als we kijken naar wat zo'n QR-app zou kunnen doen, dan kan je zo'n persoon binnen 5 minuten laten betalen. Dus de persoon in de stad, die kan zeg maar betalen gelijk aan de persoon die daar in het dorp zit, die bijvoorbeeld een heel mooi houtsnijwerk heeft gemaakt. En die ziet het gelijk op zijn rekening en zegt van oké, dat is heel mooi, maar mijn tools zijn aan het verslijten. Met diezelfde app, daar zorg ik voor dat ik die app gebruik om misschien wel een internetaankoop te doen, zodat het ook gelijk met precies diezelfde boot geleverd kan worden. En dat scheelt gewoon dagen en dagen met geld op en neer brengen. En ook geld als centrale bank. Geld is duur voor de centrale bank, omdat we het moeten onderhouden. De governor zei het al, het duurt 9 maanden voor het geld uit de relatie gehaald moet worden. En dat wil zeggen dat we dan zeg maar het oude moeten vervangen met een nieuw biljet dat er weer goed uitziet. En je kan je voorstellen, als het tot naar het binnenland gaat. En toen ik ging, heeft het geregend, dus we waren kletsnat. Toen moest het nog snel in een zak worden gestopt, in een plastic zak. Het komt weer daar aan. Het geld is ook zo vernietigd. Dus het is en efficiënter voor ons als centrale bank, maar vooral voor de burger, voor de persoon die zijn dingen wil verkopen en ook snel over zijn geld wil beschikken, is het vreselijk handig. Oké, je zou ons ook nog wat tips geven, want je ziet allerlei, je hebt 2 producten genoemd, maar er zijn natuurlijk, zullen er meer start-ups komen, vanuit het buitenland zie je producten. Hoe kan die consument nou een daadwerkelijk weten van luister, dit zijn producten die ik zou moeten gebruiken, hoe kan die consument zich beschermen? Ik zou zeggen, alvast als een vreemd nummer uit het buitenland belt, stop met informatie geven. Want dat zie je nog ook wel eens gebeuren, dat er een bepaalde case is, iemand legt iets uit en die vraagt op een hele slimme manier je naam en plus in weet hij ook je geboortedatum en heb je misschien toevallig een creditcard. Ja, maar soms beloven ze je dat je geld hebt gewonnen en zo, dus je wil wel je kans. Precies. If it's too good to be true, it probably is. Dus gebruik altijd je laat je gevoel ook spreken. Als je even goed kijkt naar wat zo'n product is en hoe groot de kans is dat je inderdaad $1 miljoen hebt gewonnen en iemand die je nog nooit kent en waar je ook niet eens iets voor hebt gekocht, geeft aan dat je dan eerst even $50 moet overmaken voordat je die 1 miljoen krijgt, omdat het transactiekosten zijn, dan weet je dat er waarschijnlijk iets mis zit. Dus dat is alvast even een tip. Dus als iets te goed is, dan zal het waarschijnlijk ook niet echt waar zijn. En daarnaast, wees vooral altijd alert. Want als we kijken naar alle mailtjes die je ontvangt, een bank bijvoorbeeld in Suriname, die gaat nooit een mail sturen die naar een hele andere site gaat, waar je je username en password moet gaan invullen. Of je gaat nooit gebeld worden om je wachtwoord op te vragen. Dus dat zijn van die standaard dingen waar je echt, doe dat gewoon niet. Dat is 1. En tegelijkertijd hebben wij ook een rol als centrale bank om de burger te beschermen. Dus wij zullen ook heel veel meer informatie geven aan de burger, awareness kweken
En als we zien dat er zeker in Suriname malafide partijen zijn die zaken doen, dan geldt het eigenlijk precies zoals we nu toezicht doen. Wij hebben nu toezicht op de financiële sector. Als we zien dat er een malafide partij opereert, dan is het onze taak om daar maatregelen te treffen en de burger te informeren. En die taak zullen we ook gewoon blijven uitvoeren, ook voor fintech startups. We hebben nog een vraag uit het publiek. Dankjewel. Ja, dus dat is ook precies. Waarom duurt het zo lang om over te maken van de ene naar de andere bank? 3 dagen, exclusief weekend. Ja, dat klopt. Dat was zo, wil ik bijna zeggen. Ik weet dat het nog niet ideaal is en dat het nog af en toe wel 3 dagen duurt. Maar er zijn ook wel gevallen waar het nu al een stuk korter duurt. Ik heb toevallig recent heb ik binnen 1 dag mijn geld van de ene naar de andere bank gehad. Maar ik zie nu al verbaasde gezichten en ik zal het even proberen uit te leggen. Overmakingen, die, daar zijn heel veel systemen onderliggend om uiteindelijk overmaken van 1 bank naar andere te doen. Wat hadden we vroeger? Vroeger hadden we zeg maar, banken die werkten nog niet zo optimaal met elkaar samen. Als ze met elkaar samenwerkten, werkten ze alleen, zeg maar, hadden ze onderlinge relaties. Vervolgens heeft de centrale bank in 2015 heel veel geïnvesteerd om SNAPS Live te brengen. Dat is Surinamese National Payment System, Electronic Payment System. En dat is een centrale hub. En vanuit die hub kunnen overmakingen gedaan worden van de ene bank naar de andere bank. We zagen dat de banken daar ook investeringen moesten doen om mee te kunnen doen aan het systeem. Maar die zagen ook de voordelen van in. En dat heeft dus, toen duurde het ook echt standaard 3 dagen, zoals het ook ingeprogrammeerd, omdat de bank van A naar B daar voldoende controles in moesten doen voordat het zover kon gaan. Nu hebben we recent, we hebben bijvoorbeeld ook de USD dollar elektronische transfers gelaunched dit jaar. Maar tegelijkertijd hebben we ook dit proces een stuk efficiënter gemaakt. Wij zijn met de banken bezig om dat proces steeds meer automatisch te maken, dat er automatische checks plaatsvinden. En je ziet dat een aantal banken daar al gigantische stappen in hebben gemaakt. En het idee daarvan is inderdaad dat elk geval waar wij ons elk geval op richten, dat binnenkort, ik wil zeggen binnen 6 maanden tot een jaar, willen we zeker wel dat het mogelijk moet zijn dat transfers een dag zouden kunnen duren, dus 24 uur zouden kunnen duren. Dus we maken wel stappen. Maar vergeet niet, het zijn complexe systemen, het zijn heel veel verschillende systemen. En om dat allemaal op elkaar aan te sluiten, dat kost best wel tijd en investering. Maar we werken er wel hard aan, want we zien wel dat het heel erg nodig is om in elk geval naar dagelijkse transacties te kunnen gaan. Dus dat je het binnen een dag hebt. En het liefst natuurlijk instant. En daar zie je dus dat sommige partijen in de wereld daar hele grote stappen in maken. Dat gaat nog even kosten. Maar we werken wel hard aan om dat te bewerkstelligen binnen Suriname. Oké, want er staat hier exclusief weekend, want als het geautomatiseerd is, dan vraag je ook nog af. Die computer die heeft geen weekend dat die zegt van hey, met Don Sribi even, ik kan er niet aan werken. Klopt, computers slapen niet. Dus daar, dat is zeker iets wat we ook heel graag zouden willen bewerkstelligen. Zoals ik al zei, worden er nu nog wel wat handmatige checks gedaan. Dat is voor ons nu ook nog even noodzakelijk, omdat het is hetzelfde als met fintech. Je kan hele grote leaps nemen, maar je moet er wel er zeker van zijn dat er geen fouten worden gemaakt. Want de integriteit van je heel financieel systeem kan daaronder gaan leiden. Dus we willen zeker dat er stapjes worden gemaakt, maar je ziet dus dat er nu nog wat handmatige stappen worden gemaakt en die zijn we aan het elimineren totdat we zover komen dat het inderdaad 24/7 bijna real-time gaat. We spraken elkaar nog in Washington bij de IMF World Bank Annual Meetings. Een van de thema's was fintech. Het was dus eigenlijk een van de main thema's dit jaar. Wat heb jij en wat was jouw bijdrage aan die discussies en wat is het meest bijgebleven? Ja, dat was een fantastische ervaring. Sowieso moet je rekenen dat als je naar Washington DC gaat voor IMF meetings, World Bank meetings, dat je ongeveer 150 governors van centrale banken hebben en misschien nog wel evenveel ministers van Financiën die daar allemaal discussies voeren, maar waar je ook panels mag volgen. Dus ik heb bijvoorbeeld in een panel gezeten waar
de man die van Facebook, die ze hebben een cryptocurrency die ze willen launchen. Het heet Libra. Het hoofd van die afdeling van Facebook, en het is ook de medeoprichter van Facebook, die zat daar te discussiëren met de governor van de centrale bank van Engeland waarom bepaalde innovatie nodig is en wat ontbreekt aan het systeem en hoe we dat beter kunnen krijgen. Dus dat zijn hele, hele leerzame momenten, want daar neem je heel veel mee en probeer dat ook zeg maar te implementeren in de Surinaamse maatschappij. Maar ook iets dichter bij huis, we hebben heel veel gesprekken gehouden met partijen in de regio die ook initiatieven hebben, of misschien andere centrale banken in de regio die bezig zijn met bepaalde initiatieven uit te voeren, omdat we dan ook de discussie op gang kunnen brengen en kunnen leren van hun. Tegelijkertijd hebben we ook relaties gelegd, bijvoorbeeld we hebben ook weer gesproken met de governor van Kenia om na te gaan welke stappen zij nemen en of ze ons misschien ook wel ondersteuning kunnen geven en advies kunnen geven hoe wij die stappen kunnen maken zoals wij ze als voorbeeld zien om ook daar te komen. Dat zijn allemaal ervaringen die je meeneemt en dan zit je ook soms in hele kleine discussiegroepen waar je ook een wezenlijke bijdrage geeft van waar jij naar kijkt, welke dingen nog ontbreken in je land en hoe je dat zou willen oplossen. We hebben bijvoorbeeld ook gezegd van wij moeten meer data vergaren over het gebruik in het land, de tevredenheid van de financiële dienst in het land en waar er echt behoefte is in het land. En dan ga je dat allemaal vergelijken op zo'n sessie. En dan zie je dat er toch wel bepaalde speerpunten naar boven komen. En dan vraag je aan de collega-landen, bijvoorbeeld Mexico, van hoe doen jullie dat? Want jullie hebben ook zo'n behoefte. We zien bij jullie dat start-ups gigantisch omhoog zijn geschoten. Dan geven ze aan bijvoorbeeld hoe ze een wet en regelgeving maken. En dan kunnen we van hun leren en het hier meenemen om de leap sneller te kunnen maken. Oké, okay. Je had het net over cryptocurrency. Daar hebben we niet over gesproken, maar... Er was een tijdje terug een hele hype met cryptocurrency in Suriname. Het is ietsje minder nu. En er waren sommige schemes die meer leken op piramidespelen. Kan je een beetje meer vertellen over cryptocurrency? Hoe veilig het is? Waarop je moet letten als het een piramidespel is? Als het derivaten zijn? Als het beleggingen zijn? Of als het daadwerkelijk als betaalmiddel gewoon gebruikt kan worden? Je raakt bij het laatste gelijk een goeie, een betaalmiddel. Maar als we kijken waar een betaalmiddel aan moet voldoen, is één van de factoren is dat het stabiel moet kunnen zijn. Ik noem maar, als jij iets vandaag bijvoorbeeld koopt en je geeft aan dat je het over 3 weken moet je bijvoorbeeld de factuur betalen, dan zou je nog wel willen dat het dezelfde waarde is. Dus als we kijken naar cryptocurrency en de ervaringen spreken voor zich, dat het uiteindelijk veel minder als betaalmiddel is gebruikt dan als een soort van beleggingsinstrument waar je heel snel heel rijk in kan worden. Dus je ziet dat de trend, en ik praat niet alleen over Suriname, maar wereldwijd zie je dus dat heel erg is gebeurd. Wat eigenlijk een beetje zonde is, want de techniek achter de cryptocurrency, dat is de blockchain, distributed ledger technology, dat is een hele interessante technologie en ik verwacht dat we dat in de toekomst ook echt tegen gaan komen nog. Maar als we puur kijken naar cryptocurrency, als centrale bank zijn we geen voorstander van beleggingen daarin. We zien ook inderdaad, ook in Suriname, dat er plotseling heel veel werd getrokken aan de samenleving om ook te beleggen daarin, want je wordt gelijk rijk en je kan gelijk allerlei dromen verwezenlijken. En je ziet ook nu juist hoe de hele cryptocurrency markt weer naar beneden is gegaan, zie je ook dat al die partijen zijn verdwenen. Dus het komt weer eigenlijk weer op hetzelfde principe. If it's too good to be true, it probably is. En dat wil niet zeggen dat we moeten kijken naar deze markt. Het kan zeker interessant zijn voor bijvoorbeeld cross-border payments in de toekomst. Of misschien wel samenwerkingsverbanden binnen de regio's waarin je opereert. Dus het is heel veelbelovend. Maar ik denk nog niet dat het volwassen genoeg is om als betaalmiddel te kunnen gebruiken. Oké. Nou, om af te ronden mag je nog iets zeggen aan die samenleving? Nou, we hebben nu gesproken over fintech. En ik hoop dat het iets duidelijker is geworden wat fintech betekent en hoe de centrale bank met fintech wil omgaan. We hebben dus een innovation hub, we hebben een regulatory sandbox. Dat wil zeggen dat als er producten zijn die, als je een start-up bent, je hebt een heel idee. Je hebt het wel, voorwaarde is wel dat je het behoorlijk hebt uitgewerkt in een business case.
en aan zaken heb gedacht over de structuur, over de veiligheid en over hoe je het gaat aanbieden en dat het op de markt ook echt past, dan nodigen we vooral uit om contact met ons op te nemen. We hebben sowieso fintech@cbvs.sr, daar mag je ons mailen en daar kunnen we het eerste contact leggen. Je vindt dat ook op onze website terug. En als we het contact leggen en het is een product waar jij na zeg maar, de gesprekken met ons enthousiast over blijft en wij ook ons zeg maar, de guidance kunnen geven dat je binnen de wet en regelgeving blijft en de risico's beperkt blijven, dan zeg ik, dan kan het een mooie innovatieve dienstverlening zijn voor Suriname. En daar worden we allemaal beter van. Dus ik nodig vooral uit, ga naar onze website als je al een product hebt en kom met ons praten. Nou, Joe, bedankt. We hebben dus het eerste deel van de avond van onze discussies achter de rug. We praten straks over geldvernietiging. Blijft u afgestemd. Bedankt.